Ik ken hem, aldus tennis Schouten. Dus daar kan ik me over uitspreken. Die man is gewoon niet goed wijs. Die bedenkt en roept alles om maar aandacht te krijgen. Het is een schreeuwemaandracht. Als je echt van jezelf af wilt, kun je dat in één keer doen slagen. Volgens tennis Schouten is Borden dus een aansteller. Daar is niets aan gelogen natuurlijk. Als een reactie hem tegenvalt, waaronder de reacties op die zelfmoordpogingen, vliegt hij weer terug naar Dubai en later bedenkt hij weer iets om voor terug naar Nederland te komen zoals een album. Valt tot tweede tegen, dan gaat hij weer weg. Eerder kwam Dennis Schouten met het nieuws naar buiten dat hij zelf niet meer wil leven. Hij wil het taboe op het verbreken van het leven verminderen. Suicide heeft een enorm slechte naam, want het is vreselijk en het ergste wat iemand kan doen en komen, zegt hij. Maar als mensen dat gaan gebruiken voor een aandacht. In plaats van om een goed gesprek op gang te krijgen of een einde aan zichzelf te maken, maakt dat de naam nog slechter, vervolgt Dennis Schouten. En daar stoor ik me aan. In het geval van Korden is dat heel erg aan de orde. Anderhalve maand geleden deelde Dennis Schouten in een emotionele video op YouTube al zijn verdriet en vertelde hij hoe hij in het leven staat. Samen met Jan Roos sprak hij over de toekomst van hem en Rodelpraat.